In deze aflevering van Tielse Bedrijven gaan we op bezoek bij Van Helder Relatiegeschenken. Dit Tielse bedrijf bestaat 50 jaar. De directie vond dat een mooie aanleiding om een groot aantal genodigden een rondleiding door het bedrijf te geven. Van Helder Relatiegeschenken zet op woensdag 2 en donderdag 3 september de deuren open. U als kijker kunt ook een kijkje nemen in de keuken van dit Tielse bedrijf en wordt rondgeleid door Arno van Helder. We zijn hier op het Relatiegeschenkenfestival bij Van Helder. Ik deed u namens alle medewerkers van harte welkom. Mijn naam is Arno van Helden en we vieren dit festival omdat het bedrijf al 50 jaar bestaat. En we willen dat graag vieren met onze relaties en met onze medewerkers. Van Helden is uitgegroeid tot een grote speler in de Benelux als het gaat om relatiegeschenken. Om tot een goed eindproduct te komen doorloopt een order verschillende afdelingen. Het begint allemaal in de studio. Dit is het begin van ons orderproces. Als wij een order invoeren in het systeem, in het computersysteem bij ons, dan ontstaan er twee stromen. De eerste stroom is dat we van het bestand wat onze klant aanlevert, om gaan zetten naar een digitaal bestand. En dat digitale bestand dat moeten we aanpassen aan het drukformaat van het relatiegeschenk. Dit verwerken we hier in onze moderne studio. In onze studio werken we met 12 mensen. Die 12 mensen die verwerken per jaar ongeveer 90.000 drukorders. Die 90.000 drukorders, daarvoor moeten we meestal ook nog een drukproef maken, die we eerst voor akkoord naar onze klant sturen. En als de klant akkoord is met het formaat en de grootte van het logo, tekenen ze voor akkoord, krijgen wij hem retour. En dan pas is de order klaar om door te gaan naar het drukproces. De drukkerij van Van Helden is uiterst professioneel ingericht, met verschillende apparatuur om op de juiste wijze de verschillende relatiegeschenken te kunnen bedrukken. In onze drukkerij hebben we de producten die we dus bedrukken met de kleur, het logo wat de klant heeft gewenst. Dat wordt hier allemaal verwerkt. Voordat wij kunnen bedrukken moeten we alles uitpakken. Dan kunnen we het bedrukken, daarna moet het drogen en daarna weer inpakken. En een van de druktechnieken die we hier hanteren is de padprint methode. En dat is door middel van mooie kussentjes waar we heel veel verschillende soorten producten mee kunnen bedrukken. Deze druktechniek die maakt ons flexibel in het omstellen naar nieuwe producten en nieuwe drukkleuren. Hier in de drukkerij verwerken we onder andere veel balpennen, jojo's, schuifpuzzels, sleutelbeursjes, portemonnees, keycords, noem het maar op. In deze drukkerij werken we met 40 mensen en hebben we, ik schat, in 60 verschillende machines staan. En dat houdt ons flexibel, dat we makkelijk kunnen schakelen en snel kunnen inspelen op de gewenste levertijden van onze klanten. Van Helden blijft constant innoveren om nog beter aan de wensen van klanten te kunnen voldoen. Daarnaast is Van Helden koploper in de branche als het gaat om het verwerken van nieuwe mogelijkheden die de technische ontwikkeling heden ten dagen biedt. Dit is onze nieuwste machine. Daarbij maken wij gebruik van de nieuwste technieken die er zijn op basis van digitaal printen. Op deze machine zijn we dus in staat om relatiegeschenken te voorzien van een fotokwaliteit. We zijn hier ook bezig met het bedrukken van foto's die we zojuist hebben geschoten. Die worden nu al binnen 5 minuten afgedrukt op dit relatiegeschenk. Ook logistiek gezien komt er heel wat bij kijken. We zijn nu in ons magazijn, ons centrale magazijn. Het magazijn heeft een oppervlakte van 16.000 vierkante meter. We hebben hier een voorraad staan, dat zijn ongeveer 24.000 palletplaatsen. En dat zijn ongeveer 4.000 artikelen die we hier op voorraad houden. In ons magazijn hier verwerken we ongeveer 400.000 orderregels per jaar. En deze producten worden door heel Europa verstuurd. Bij Van Helder Relatiegeschenken is het dagelijks een komen en gaan van containers. Vol met relatiegeschenken die via een goed georganiseerde organisatie wordt verwerkt. De orderstroom hier werkt als volgt. De goederen worden gelost in containers. Die containers die worden hier dagelijks gelost, opgeslagen in ons bulkmagazijn. En vanuit ons bulkmagazijn wordt het verdeeld naar ons kleine magazijn. Daar worden de orders gepikt, zodat we ze kunnen afgeteld, zodat ze naar onze drukkerij kunnen om daar uitgepakt te worden. En als het uitgepakt is, gaat het weer verder naar onze drukkerij om uiteindelijk voor de bedrukking te verzorgen. Van Helden neemt ook haar verantwoordelijkheid in de maatschappij. Je komt de naam Van Helden Relatiegeschenken overal tegen. We hebben het altijd al belangrijk gevonden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Maar sinds augustus zijn we ISO 26000 gecertificeerd. Dat houdt onder andere in dat we altijd proberen eerlijk zaken te doen. Belang hechten aan de mensenrechten. Streng controleren, ook bij onze toeleveranciers, op arbeidscondities. En een actieve rol willen spelen in de maatschappij.
We handelen veel met China, maar daar gaan we zelf naartoe naar de fabriek om te kijken hoe de fabriek erbij staat op dat moment. Op het moment dat we geen tijd hebben om daar zelf naartoe te gaan, huren wij daar professionele gecertificeerde bureaus voor in die voor ons daar audits uitvoeren. Het waren twee geslaagde open dagen, waar veel mensen een kijkje namen bij Van Helder Relatiegeschenken. Het ontbrak de gasten aan niets. Namens alle helden en heldinnen van Van Helder wil ik u danken voor uw aandacht en hoop ik dat u een leuke indruk van ons mooie bedrijf heeft gekregen. En dat hebben we. Dit was weer een mooi voorbeeld van één van de pareltjes die Tiel rijk is. Uw bedrijf ook presenteren in het programma Tielse Bedrijven? Informeer ernaar via info@stadstvtiel.nl.